Goedemiddag, goede avond, kijkers. Welkom bij het eerste buikspierkwartier filmpje. Ik hoop dat jullie gezellig meedoen. Ik ga wat oefeningen voordoen. Ik ga ook wat oefeningen uitleggen. Ik geef verschillende opties, moeilijk en makkelijk. Kijk voor jezelf wat gaat. Ga het niet, sla je even een oefening over en pak je hem daarna weer op. Yes, we gaan beginnen. We beginnen op de rug met de benen gebogen. Spannen we de buikspieren wat aan en komen omhoog. Armen leggen we lekker op de grond. Maken we een brug van onszelf, billen en buik omhoog. Proberen hem wat hoger te doen dan normaal. En houden hem heel even vast. Yes. Wat voorspanning op de buikspieren. Strekken we ons linkerbeen uit. Probeer de bekken op één rechte lijn te houden en niet te veel in te zakken. Hou hem omhoog. 3, 2, 1. Zetten we het linkerbeen weer neer. Binnen blijven omhoog. Strekken we het rechterbeen uit. Let weer hetzelfde op. Bekken blijven op dezelfde hoogte. Laat je niet inzakken. 3, 2, 1. Yes. We leggen de benen gestrekt neer. Bewegen we de benen rustig omhoog. En weer rustig naar beneden. Deze kan je moeilijker maken door wat langer beneden te houden. En wat makkelijker maken door de benen wat hoger te bewegen. Dus kijk voor jezelf wat gaat. Rustig omhoog en rustig naar beneden. Houd de schouders en hoofd op de grond. Beweeg het gecontroleerd. Ze houden de meeste spanning op de buikspieren. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Yes, zet je voeten gebogen neer. Gaan we de armen omhoog wijzen. Gaan we een klein beetje de schouders van de grond halen. En gaan we weer liggen. Omhoog en naar beneden. Ook deze kan je weer zwaarder maken om niet helemaal te gaan liggen. En de spanning op de buikspieren te houden. En makkelijk te maken dus omhoog. Even te gaan liggen en vandaar weer omhoog. Dus kijk voor jezelf wat gaat. Hou één tempo vast, probeer niet te veel te versnellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Benen van de grond. Benen in de hoek van 90 graden. Strekken we ons rechterbeen uit. Komen we weer terug. Strekken we ons linkerbeen uit. Doe het weer gecontroleerd. Ook hier kan je variëren hoe hoger je het been doet, hoe makkelijker. Hoe meer het been naar beneden gaat, boven de grond houdt, hoe moeilijker. Dus hoe meer spanning er op de buikspieren komt. Hoofd en schouders blijven altijd op de grond liggen. En beweeg ze gecontroleerd. Yes, en dan doen we de laatste 10 seconden nog met z'n allen samen. Twee benen tegelijk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, heel goed. Zet de benen weer neer. Gaan we door naar de schuine buikspieren. De benen blijven op de grond staan. Gaan we met onze rechterhand de rechtervoet aanraken. Yes, we beginnen eerst alleen met rechts. Je gaat niet naar links door. Yes. Dus je tikt hem aan en je komt weer terug. Wil je wat moeilijker maken, zet je je voeten wat verder weg. Doe een grotere bewegingsuitslag. Hou hem vol, hou hem vol. 3, 2, 1. Yes, en we gaan door naar links, de andere kant op. Ook hier weer probeer jezelf uit te dagen. Zet je voet meer dat je het net kan aantikken. We gaan zo nog even naar rechts toe. 3, 2, 1. En naar rechts. Kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. En naar links. Kom aan. 3, 2, 1. Yes. En we gaan weer rustig liggen. Benen strekken we weer in de lucht. Laten we de benen naar links vallen. En kom je omhoog. Deze kan ik weer makkelijker maken door de benen te buigen. Zo naar links laten vallen. En weer omhoog. Dus kijk voor jezelf wat gaat. Schouders blijven weer altijd op de grond liggen. En weer gecontroleerd. Niet te snel. Dus makkelijker is die
de buiten. Yes, hou hem vol. Nu voor de schuine buikspieren. Vijf, vier, drie, twee, één. Even op spanning, hebben we nu links gehad. Nou, je raadt wel, de volgende wordt naar rechts. Yes, daar gaan we weer. Hier weer hetzelfde, benen gestrekt en dichter bij de grond is moeilijker. Gebogen is makkelijker. Schouders blijven lekker op de grond liggen. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes. Benen zetten weer gebogen op de grond neer. Net als we ze gebogen lieten staan, we laten ze nu naar links vallen. Armen wijzen weer omhoog. En dan gaan we weer hetzelfde doen. Kleine stukjes van de grond. Weer van de schuine buikspieren. Kijken of het gaat. Kijken of je de tempo wat hoger kan houden. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes. Andere kant weer op. Drie, twee, één. Daar gaan we weer. Klaar, met z'n allen. Hop, omhoog. Kleine stukjes. Benen naar de zijkant. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes, en even liggen. We gaan rustig fietsen in de lucht. Benen strekken we uit. En ook hier weer, hoe hoger, hoe makkelijker. Hoe lager, hoe moeilijker. Dus kijk voor jezelf wat gaat. Niet te snel, anders haal je te veel spanning van de buikspieren af. En we gaan zo snel. Ik maak een tempotje omhoog. 5, 4, 3, 2, 1. En rustig. Aan van 5, 4, 3, 2, 1. Yes, we zitten halverwege. We zitten alweer op de helft. We draaien naar de zijkant. Naar de rechterzijkant, zoals jullie van ons gewend zijn. Twee oefeningen. Twee zijwaartse planken. We beginnen met 10 seconden makkelijkste zijwaartse plank. Dus de onderbenen op de grond. Binnen wat van de grond af. Lukt dat niet, hou je de billen op de grond. Daarna met alleen de voeten op de grond. En daarna gestrekte arm. En nog een toetje erbij, je arm omhoog. Dus kijk voor jezelf wat gaat. Gaan we 10 seconden doen. 3, 2, 1. Yes, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En pauze. Kijk wat gaat als dit te moeilijk was. Blijf bij deze, of als deze te makkelijk was, gaan we een niveautje omhoog. Niveautje omhoog is hetzelfde, je komt omhoog. Je brengt je bovenste been naar voren in de hoek van 90 graden en houdt hem 10 seconden vast. Dus schat voor jezelf in wat gaat en kijk of het lukt. 3, 2, 1, yes, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, en we gaan door naar de hele plank. Deze doen we altijd 30 seconden. De makkelijkste variant is op de knieën. En je maakt een plank van jezelf. Hou je rug recht. Moeilijke variant is de knieën omhoog. Yes, vind je dat nog steeds gemakkelijk? Ga op je vuisten staan. En op je ellebogen. We doen hem 30 seconden. Kijk voor jezelf wat gaat. Daar gaan we. 3, 2, 1. Yes, daar gaan we. Hou hem vol, wordt hij te zwaar, zet je even je knieën in. Maar de laatste 10 seconden doen we zo meteen zelf. Allemaal weer maximaal, kom aan, hou hem vol. Yes, daar gaat hij, kom aan, laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, netjes.
Yes, we draaien naar de linkerkant door, want die hebben we nog niet gehad. Die doet hetzelfde als net. De eerste 10 seconden kijken welke plank voor jou gepast is. En daarna doen we 10 seconden een moeilijke variant. Yes, daar gaan we. Kom aan. 3, 2, 1. Daar gaat hij weer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, netjes. 1 doen we nog voor de zijwaartse plank. Dan zijn we er. En dan gaan we gewoon weer op de rug liggen. Maar probeer hem weer met je benen naar voren. Lukt dat niet, kan je altijd nog je voet op het onderbeen zetten. Dus kijk wat gaat. 3, 2, 1. Yes, daar gaan we. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, en we gaan weer op de rug liggen. Netjes. Nog een kleine 5 minuten. We zijn er bijna. Hou hem nog vol. Yes, we zetten de benen op de grond neer. We kruisen de armen. Dan gaan we een sit-up maken. Dus dat betekent dat we in één keer omhoog komen. Lukt dat niet? Gebruik je benen wat. En compenseer je iets. Dat is helemaal niet erg. Dus op de mat de voeten op de grond houden. En vanuit daar omhoog te komen. Rustig gecontroleerd naar achter. Voor de spanning op de buikspieren. Yes, daar gaan we. Kom aan. Lukt het niet? Ontzwaai wat. Kijk voor jezelf wat gaat. Bittere oefening, maar hou hem vol. Kijk of het lukt. En de laatste 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Yes, en we gaan weer liggen. En een beetje bijkomen. Planken en de sit-up is best zwaar. Ik leg alvast de volgende oefening uit. Je legt je rechtervoet op je linkerbovenbeen. Wijs je armen naar voren. En we maken kleine bewegingen. Deze doen we wat korter dan de vorige oefening. Kleine bewegingen. Yes, daar gaan we. En we gaan er wel aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, en dan is het gelijk van been. En dan gaan we. Kom aan. Hou hem vol. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, gaan we weer door met de benen van de grond. Haal de benen weer in de hoek van 90 graden. Net staken we ze rechtuit. Dat hoeft nu niet. Nu steken we ze links uit. De schouders blijven op de grond en we steken ze rechts uit. Yes. En hou hem vol. Ook hier weer, hè. Hoe dichter bij de grond, hoe moeilijker. Hoe hoger, hoe makkelijker. Kijk voor jezelf wat gaat. We zijn er bijna. De laatste paar minuutjes. Hou hem vol. En gaan we weer. 10, 9, doen we met z'n allen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. En we gaan heel even op de rug liggen. We gaan naar de laatste 1,5 minuut. Yes, daar gaan we. Benen weer in de hoek van 90 graden. Arm omhoog en daar gaan we. Kleine stukjes omhoog. Kleine stukjes. Dus een combinatie van de eerste paar. Yes. 1,5 minuut. Kom aan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, en we gaan naar de laatste oefening. Daar eindigen we iedere week mee. Dit is de favoriet. Armen wijzen naar achter. Jullie weten welke komen gaat. Schouders gaan we zo'n klein beetje van de grond bewegen. En de benen ook. Maar is dat te zwaar aan je één been op de grond? Krijg je last van je onderrug? Beweeg jezelf omhoog dat je wat meer in een V komt te liggen. We gaan 10 seconden proberen. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Yes, met z'n allen. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Even pauze, we doen nog één keertje. 1 keer 10 seconden nog. Yes, adem een paar keer diep in en uit. Kijk voor jezelf wat gaat.
Laatste 10 seconden buikspieren voor vandaag. 3, 2, 1. Yes, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het gehad hebben. Weet je, denk je morgenochtend, ik wil hem nog een keer doen. Kan je hem nog een keer opnieuw afspelen. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben en meegedaan hebben. Dank jullie wel.